ik sta hier nu bij de tweede dag van de Sallandse Wandervierdaagse. Nou, zoals u ziet stroomt de tent al aardig vol. Het is flink gezellig en het belooft een hele mooie dag te worden. Chris de Bond, gisteren, de eerste dag, een korte reactie. Hoe is het gegaan? Ja, geweldig. Geweldig, de mensen komen enthousiast terug en dat is voor mij de maatstaf. En ik kan niet anders zeggen, een geslaagde dag. En in vergelijking met vorig jaar? Nou, dat vind ik lastig. Dat vind ik een lastige vraag. Kijk, we hebben het geluk dat het alle jaren eigenlijk leuk en succesvol is. En vergelijken vind ik erg moeilijk. Wat natuurlijk gisteren wel heel erg opviel was de route langs het Nijenhuis. Daar hebben de mensen bijzonder waardering voor uitgesproken. En dat is een schot in de roos geweest. Dames van de EHBO Raalte, ja. Nog druk geweest gisteren? Het was gezellig druk. Het was niet zo druk als vorig jaar. En dat is een goed teken, toch? Een heel goed teken. Jullie konden lekker een bakje koffie drinken? Wij konden gezellig een bakje koffie drinken samen. Hartstikke goed. Ja. Nog even mevrouw wat vragen. De EHBO die bij een gezondheidsapparaat staat. Ja. Even benieuwd hoe het met mezelf in elkaar zit, ja. Hoe je zelf in elkaar zit? Nee, en of alle dingen wat er gemeten wordt, of dat allemaal goed is. Bent u er een beetje bang voor? Nee hoor, helemaal niet. Je kunt gaan wandelen, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik heb een andere functie op het moment, dus vandaar. Oké. Prima. Ja? Ja. Ja? Ja hoor, het loopt lekker. Ja? Ja, het valt mee hier. Het is droog dus. Het is droog, gelukkig geen regen. Nee, maar ook op het relaas, zeg maar. Ja. Meestal is het nattig en dan moet je toch even kijken waar je loopt. Ja, precies, dat je wegglijdt. Ja. En nu valt het mee. Oké, veel succes. Ik dank je. Dag meneer, mevrouw. Gaat het goed? Ja, gaat helemaal lekker. Ja. Ja, helemaal geweldig. Allebei dezelfde outfit aan, zie ik. Ja, zoals altijd. Mooi in het groen. Ja. Goed voor het bos, hè, ook. En wat vindt u van de route? Ja, helemaal mooi. Ja? Ja, is helemaal geweldig. Altijd geweldig. Wij lopen nu voor de derde keer. Voor de derde keer? Ja, maar is altijd goed. Ja hoor. Ik loop hier niet voor de voeten, hoop ik. Ja, denk ik wel, ja. Dan zal ik maar gauw aan de kanten gaan. Veel succes. Okay. Het gaat fantastisch, hè? Mooie route. Je ziet hier de omgeving. Ja. Op weg naar Heino. Het is altijd de tweede dag bij de Sallandse Vierdaagse. Het is weer perfect georganiseerd. Heerlijk weer. Lekker wandelweer. Dus ja, ik voel me heel erg gelukkig. Ja, je ziet er ook gelukkig uit. Ja, nou ben ik dat altijd al snel. Maar het is echt zo'n mooie omgeving hier. En het is zo lekker wandelweer. Dus we zijn erg blij. Hoeveel keer loopt u mee? Voor de vijfde keer. Voor de vijfde keer? Ja, alle vijf gelopen. Hè. Dus, officiële lustrumloper. Ik ben de lustrumloper hier, ja. Oh, niet de enige. Geweld. Niet de enige hoor, want het is zo'n mooie tocht. Het zullen er ongetwijfeld honderden zijn. Oké. De enige jonge lui, zeggen ze zelf, die aan de 20 kilometer meedoen. Of is het de 30 of de 40? Nee, we lopen zelf de 20 kilometer. Nou, vind ik wel klasse. Ja. Maar je mocht niet meedoen aan de kinderroute.
Nou, bij de kinderroute mag ik dat 14 jaar meedoen. Ja. Maar we vonden het zelf wel leuk om zelf de 20e keer te gaan lopen. Kijk eens, Bikkels. En hoe oud ben je? Ik ben zelf 13 jaar. En we zijn allemaal... hij is 14. Hij is 14? Ja. Dus hij is de leider? Nou, nee. Nee. Oké. Nou, leuk. Hey, veel succes. Ach. Wat is dit? De groep is versplinterd. Hoe kan dat nou? Ja, een beetje opstopping gehad, hè? Opstopping? Ja, ja. Wat voor opstopping? Ja, wandelaars die een beetje langzaam liepen. Dus ja, je kunt niet makkelijk inhalen in de bossen. En nu? Op naar de hapjeskar, hè? Oké, heel goed. Succes. Ja, controle, mevrouw. Nog geen knipje gemist? Nee, ik ben voor de tweede keer pas in. Oh ja, ik weet het allemaal niet. Ik hou dat niet bij, hè? Maar jonge dame, Beatrix is vandaag elektrisch aangedreven. Oh. Mooi, hè? Ik zou haar even een handje geven. Ja, doe dat maar. Ze is er niet mooier op geworden. Ja, nou ja, voor jou is het. Even bij Koninklijke Hoogheid. Goedemorgen. Wat fijn dat ik u mag spreken. Ja, dat had u niet verwacht, hè? Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Nee, het mooiste is, ze belden van de wandelvierdaagse, ze belden ze mij op. Ze zeggen, Bea, en een plekje vrij. BH? Ik zeg, dat te zeiden. Maar ze zeggen, Bea, ja, ik zou natuurlijk. Ik zeg, maar dan wil ik wel Heino hebben, hè? Want Heino wil ik graag naartoe, dat is het mooiste dorp. Dat snap ik, maar even een vraag. Bent u de laatste tijd aan de zware check gegaan? Het is niet allemaal even makkelijk natuurlijk. Hè. Kijk, ik heb ook mijn toestanden gehad, dat weet u ook wel. Jazeker. Dus ja, er wordt er ook allemaal maar goed voor de rest. Nee, gaat lekker. Het gaat lekker. Ja, ja. Meneer de burgemeester, wat vindt u ervan? Ja, dit is Hein op zijn best, hè? En Salland op zijn best. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja, goed, u bent de burgemeester, dus u weet dat als geen ander natuurlijk. Nou, er wordt de burgemeester heel veel deze dagen toegedicht. Laat ik nou gewoon met beide benen op de grond komen. Maar ik geniet gewoon van de fun en het plezier wat mensen hebben. En ik kijk ook naar de waarde van het bindend element van de Sallandse Wandelvierdaagse. Ja. Dat groeit uit tot het grootste wandelsportevenement van Overijssel. Ja, ik heb gelezen dat u wil dat u het mooi zou vinden als Raalte of de Sallandse Wandelvierdaagse, de gemeente, de ja, ik kom even niet op. Hoe heet het ook alweer? Help me maar even. Nou, je hebt gehoord dat ik zeg dat Raalte een wandelgemeente zou kunnen zijn. En dat kan als alles om te wandelen in orde is. En daarvoor moet het wandelnetwerk sluitend worden gemaakt. Dat je door heel Salland als het ware een wandelroute hebt. Er zijn nog een paar ontbrekende stukjes die over landgoederen lopen. Daar moet nog met eigenaar over worden gesproken. Dan kun je een heel sluitend wandelnetwerk hebben. En in combinatie met voorzieningen en in combinatie met eigenlijk evenementen ben ik ervan overtuigd dat wij wandelgemeente van Nederland kunnen worden. Nou, dat zou toch mooi zijn? Ja, en we willen ook nog een keer evenementengemeente van Nederland worden. Mijn grootste geluk. Je hoort het al, de sfeer is hier fantastisch. Je ziet het. Het zijn de Pompadours in Heino, Saal Oordwijn. De tent zit bomvol. Het is echt een fantastische sfeer. Ook hiernaast, dat kunnen jullie niet zien, maar daar zit het bomvol. En het is echt een fantastisch sfeertje. Buiten staat de koningin. Buiten staat Willem-Alexander. En ik moet zeggen dat dit tot op nu, ja, zo'n beetje de beste binnenkomst is die ik gezien heb. Lekker soepie, mevrouw. Hartstikke lekker. Ja? Ja hoor. Gaat het goed? Ja, hartstikke goed. Dus u heeft het soepie wel verdiend? Ik dacht het wel. Ja, hoe ver moet u nog? We hebben nu 8,7 op zitten dus. En u loopt de 20? Ja. Dat is een klein stukje nog. Ja. En 4 dagen? Ja, ook nog. Oh, heel goed. Ja. Zin in vrijdag? Ja, dat helemaal. Ja? En lekker in Heten een feestje bouwen. Nog geen blaren? Nee. In Heten? Ja, in Heten, ja. Heten, wat is daar te doen dan? Daar komen we vandaan en dan gaan we lekker een feestje bouwen. Oké. Okay. Ja. Bij Café Bosgoed? Ja. Hoe gaat het?
Het gaat helemaal goed. Ja, ja. Kunt u het volhouden? Ik kan uitstekend volhouden. Ja, want u staat, de rest zit. Ja, maar dat is ook nog goed te doen. Ik hang een beetje hoor. U hangt? Ik hang. Het is niet dat u uitgeput bent? Nee, helemaal niet. Maar ik heb al die jaren ook al meegelopen, dus 5 jaar. Oh, makkie. Ja, eigenlijk een beetje wel, ja. En er mag zelfs wel een beetje regen bij. Nou, liever niet. Nee, liever niet. Een beetje kou is niet erg, maar regen liever niet. Gezellig hè, bij de wc wachten, dames. Heel gezellig. Hè? Wc is genoeg, hè? Ja, hoor. Toch wel een vaak gehoord probleem bij dames, hè? Mannen kunnen onderweg wel, hè? Ja, mijn vrouw ook wel. Ja. Lukt ook. Ja. Precies. Paddenstoelen kijken, onder andere. Ik wens jullie veel succes. Ja, met plassen. Ja. Dag. Doei. Heel graag. Ja, dat mag van mij ook. Vind je dat lekker, appels? Hi. Nou, ik denk het wel. Ik heb het nog niet geproefd. Nee. Ik heb een appeltje voor de dorst. Appeltje voor de dorst. Heerlijk. Heeft u wel verdiend? Nee. Ja, nou, weet ik niet. Nee? Ja, denk het wel. Ja, nou, leg hem dan maar gauw terug. Ja, nee, maar ik ben nog niet over. Oh, oké. Okay. Nou, ja, maar dan vind ik dat u hem terug moet leggen. Als je hem niet verdiend hebt. Zo. Ja, pak maar een andere. Heel goed. Mevrouw. Komt u van de appels af? Ja, mijn collega daar staat met nog meer appels. Ja, ik zie er maar 2. Ja, dat klopt. En jij hebt er een paar meer? Ja. Nee, we komen er vanaf. 2/3 is op. 2/3 is op? Het gaat heel goed, ja. En bijna iedereen is weg? Of? Geen idee. Ik ben de tel kwijt. Ik denk dat we ruim 1000 mensen hebben gehad nu. Oh, joh. Meneer, hoe gaat het vandaag? Wel goed, maar het is zwaar lopen vandaag. Het komt door het weer. De luchtvochtigheid is veel te hoog. Maar hoezo? Want, goed, dan ga je meer zweten. Ja, echt waar. Ik ben serieus? Ja, serieus waar. Ik ben een ervaren wandelaar. Dus met dit weer ga je altijd zweten. Dan loop je altijd zwaar. Maar als je dan gewoon wat meer drinkt? Ja, dan valt er wat mee. En wat drinkt u dan? Gewoon schoon water. Schoon water? Ja. Hebben ze ook vies water dan? Nee, ja, die andere drankjes noem ik vies water. Oh, bier ook? Soms. Soms. Maar niet altijd. Veel succes. Dankjewel. Dag. Nou, hoe gaat het? Goed. Ja. U loopt de 40? Wij lopen 40. U loopt goed door, merk ik. Want ik moet aardig aanzetten. Ja, wij moeten even een beetje inhouden. Zeg maar. Ik heb de Vierdaagse van Nijmegen gelopen dit jaar, dus ik kan ook wel een beetje lopen. Oh. Ja, die hebben wij ook ooit gelopen. Nou, hopen dat het droog blijft? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuker, hè? Als het een beetje droog blijft. Precies. Maar we hebben de spullen bij, dus het kan gerust regenen. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ik wens u veel succes. Ja, bedankt. Dag. Even. Terwijl ik nog een stukje oploop met deze dames, is dit voor mij het einde van het verslag van de tweede dag. We gaan morgen kijken wat het weer wordt en of het nog weer zo gezellig is als vandaag. Ik denk het wel, of niet mevrouw? Ik denk nog gezelliger. Top. Het wordt elke dag gezelliger, overtreffende trap, hè? Fijne dag verder. Ja, dankjewel hoor. Doei.